Chaotic. Leuk hè, Leonore? Goed op, vind je niet? Martijn, hier moet je kijken. Hij is zo stoer. Moet je die kleren zien? Die blik in zijn ogen is ook helemaal geweldig. Ja, nou, volgens mij is het niet echt mijn type. Nee? Ja. Ah, ik vind hem echt helemaal te gek. Ik ben ook echt super blij met jouw vraag. Want dankzij jou mogen we de hele dag backstage bij Chaotic. Precies. Want mijn vraag is: hoeveel mensen werken nou eigenlijk mee aan zo'n heel tournee? Zo, nou, het belangrijkste hebben we. Twee backstage passen van de populairste band in Nederland op dit moment. Ja, ik heb er echt zin in. Leuk hè? Ik zie al een heleboel mensen. Ik ook. Eens even kijken. Kijk, daar. Daar een club. Ik zie daar ook al een heleboel mensen. Daar zie ik nog een clubje. En volgens mij is deze meneer hier de baas. Oh, hallo. Nou, de baas. Dit is Leonor. Hoi. Hoi. Ik ben Otge. Hi. En wat doe je dan precies? Ik ben de productiemanager. Oké, dat is dus nummer 1, hè, productiemanager. Ja. En wat doet een productiemanager dan precies? Een productiemanager heeft de productieleiding over de technische ploeg. Mm-hmm. En hoeveel mensen werken hier dan vandaag? We zijn op tour met 4 lichtmensen, 4 geluidsmensen, 2 voor het decor en 1 chauffeur. Beveiliging is natuurlijk ook heel belangrijk tijdens een concert. Goedenavond. Met hoeveel zijn jullie precies? Het verschilt een beetje per locatie, maar op deze locatie zijn we in totaal met 12 medewerkers. 12 medewerkers. Oké, dankjewel. We weten weer genoeg. Oké, tot eraan. Oh, kijk, daar komen ze. Zie je dat? Oh, spannend. Hier gaan we vanavond optreden. Leuk. Ja. En dit is het decor. En het is elke keer als we ergens optreden, dan gaat dit allemaal mee. Oké, dus het is vast decor? Ja, het is vast decor. Het wordt elke dag opgebouwd en afgebroken en weer opgebouwd. Hebben jullie wel eens een blunder gemaakt op het podium? Nou, Stefan heeft een keer een hele mooie blunder gemaakt. Stefan, ja. Want hij ging tijdens Dam stond hij op de trap. En dan moest hij naar beneden lopen en hij dacht van ik spring even, maar het ging niet echt goed. Ging hij bijna voorover. Hij rolde de trap af of viel nog net niet? Nee, hij viel nog net niet, maar echt bijna schoten op zijn eigen voeten. Hebben jullie ook hele moeilijke danspasjes? Ik hoop dat met mijn schoenen gaat. Maar ik ga het dus zo. Wow! Jemig! Ja? En dan ga ik weer door en dan ben ik weer weg. Knap! Net aan doen? We waren net aan het soundchecken. Eigenlijk staat alles zoals we komen. Alles is klaar, de geluiden, lichten. En voor ons is het eigenlijk gewoon even checken of alles goed is. Dus eigenlijk ook voor jullie om samen met de band even goed te repeteren voor het optreden. Ja. Moet je trouwens niet vergeten ook mee te rekenen. Ja. De band. Hoeveel zijn het er? 9. We zien er weer 2. Hallo. Hallo. Sorry dat ik even stond hoor. Maar wat doen jullie hier tijdens een tournee? Ik ben de manager van de band. En dat betekent dat ik de band vertegenwoordig in al de zakelijke belangen van hun behartig. Oké. Okay. Ja. En leuk. Jij? Nee. Ik ben de tourmanager, dus ik regel alle dingetjes voor ze rondom het concert.
als jullie de band nog willen spreken, dan moet je nu snel zijn, want we gaan zo beginnen. Hadden jullie nou verwacht dat er zoveel mensen zouden meewerken aan zo'n tournee? Nee. Zijn er nogal wat? Ja. Heel veel. Ik heb er helemaal geen voorstelling van als je dat nog nooit hebt gedaan en dat voor het eerst gaat doen. Het tournee is nou bijna afgelopen. Hoe was het? Ja, het was een hele ervaring. Voor mij persoonlijk, ik weet niet wat de rest daarvan vindt. Ik vind het echt jammer dat het al haast afgelopen is. Ja. Ja. Het is ook ongelooflijk snel gegaan, echt. Ja. Hoeveel verdienen jullie? En water. Ja, wat Marcela wel eens heeft gezegd, vond ik een heel mooie uitspraak. We zijn heel rijk, zeg maar, van die directoren. Ja. Dat vond ik wel mooi uit. En dat is ook wel zo. Door alles wat we hebben meegemaakt en gezien en geleerd, zijn we heel rijk. En de geld, het is... Dat is het belangrijkste, gewoon het goede gevoel. Ja. Alles op een rijtje voor één tourneedag van Chaotic heb je nodig. 1 productiemanager en 4 belichters. 4 mensen voor het geluid. 2 decorbouwers. En 1 chauffeur. 1 dame voor de make-up. 3 koks. 12 mensen doen de beveiliging. Natuurlijk Chaotic zelf, dat zijn er 7. En de 9 mensen van de begeleidingsband. 3 mensen staan achter de verkoop. De band heeft natuurlijk ook een manager. En ook nog eens een tourmanager. Het zijn er dus 49. Dat is een hele hoop, Leonore. Ja, zeg dat wel. Had je dat verwacht? Nee.